Zijn jullie klaar voor Ilse en Femke van Velzen? Kom op, 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 kom op. Oké. Nou ja, het is bijna spannender om hier te staan. Dus we zijn regelmatig te vinden in oorlogsgebieden, maar dit is toch een stukje enger voor ons. Nou, op onze rij, we zijn hier ook om jullie kennis te laten maken met een van onze verhalen. En zoals net al gezegd, ik ben Femke en dus Ilse, tweelingzussen. En we maken sinds 8 jaar maken we documentaires in Afrika. En tijdens een van onze reizen kwamen wij vrouwen tegen in Congo, een aantal jaar geleden. En hun verhalen maakten enorme diepe indruk op ons. En dat zette ons eigenlijk toe om in actie te komen. En dat is ook een van de redenen waarom we hier vandaag staan. Ons verhaal is ietsje zwaarder dan wat je hiervoor hebt gehad, van Erwin bijvoorbeeld. Maar we willen jullie heel graag laten kennismaken met een van die verhalen. En we willen jullie een geluidsfragment laten horen van wat de vrouwen in Congo tegen ons vertelden. En dat willen we nu graag jullie laten zien en daarna vertellen we meer. Ido sompire, bajiro mnyupa, bagi, basodander. 6 soldaten stormden mijn huis binnen. Ze sloegen mij zo hard dat de stukken vlees van mijn lichaam kwamen. Eén van hen trapte met zijn voet in mijn buik. Toen schreeuwde ik: ik ben zwanger, vermoord me niet. Hij verkrachtte mij. Ik zag een vrouw die ze hadden vastgebonden met haar armen en benen gespreid. Ze schopte haar keer op keer met een voet in haar vagina. Hij pakte me bij mijn nek vast. Hij duwde zijn been tegen me aan. En zo heeft hij mij verkracht. We zijn moe van al die verkrachtingen. Ze dwongen ons hun kinderen te baren. Alsjeblieft, help ons. Dit waren de verhalen waar wij mee geconfronteerd werden een aantal jaar geleden. De vrouwen en meisjes die jullie net hoorden wonen in de Democratische Republiek Congo. Een land waar een van de heftigste oorlogen, denk ik, woedt. Waar inmiddels in de afgelopen 15 jaar 5 miljoen mensen zijn omgekomen. Velen zijn op de vlucht. En daarnaast zijn er 100.000 vrouwen en meisjes die slachtoffer worden van seksueel geweld. En vandaag de dag nog steeds. In 2003... Toen waren wij voor een documentaire in het buurland Angola. Waar wij op een gegeven moment helemaal noordelijke richting naar de grens van Congo reisden. En dat was de plek waar wij voor het eerst de verhalen zelf hoorden. In vluchtelingenkampen waar vluchtelingen vanuit Congo veiligheid zochten in Angola. En toen wij dat soort verhalen hoorden van die vrouwen daar, toen heeft dat ons heel erg geraakt. En dat was in ons geheugen gegrift. En toen we eenmaal terug waren in Nederland, toen eigenlijk verbaasde ons nog meer. Want er was zo weinig aandacht in die tijd voor het probleem van seksueel geweld. Terwijl er dag in dag uit slachtoffers vielen van seksueel geweld. Dat wij zoiets hadden, wij zijn maar documentairemakers. Dus we weten dat we geen wonderen kunnen verrichten en ook geen oorlogen kunnen stoppen. Maar wij kunnen misschien wel ons steentje bijdragen door deze vrouwen een stem te geven. En door hun verhalen kenbaar te maken aan de wereld.
We zijn toen, we hebben onze spullen gepakt en zijn naar het oosten van Congo afgereisd, waar de gevechten het hevigst zijn door de aanwezigheid van ongeveer 60 verschillende gewapende rebellengroepen en honderden militairen van het Nationaal Leger, die allemaal vechten om de controle over de bodemschatten te krijgen. Want Congo is een ontzettend rijk land en daarom is er ook nog steeds oorlog. Maar daarom is vooral ook in het oosten van Congo, daar vallen de meeste slachtoffers, want daar zijn de gevechten het hevigst. Toen wij daar waren, hebben we met heel veel verschillende slachtoffers gesproken, maar ook heel veel vrouwenactivisten en organisaties die deze vrouwen opvangen. En we zullen meer vertellen, maar we zijn daar toen zo diep geraakt en geïnspireerd dat het zeker niet onze laatste reis is geweest. Aankomende oktober gaan we weer, dus we zijn al de afgelopen 5 jaar in Congo actief. Ja, we hebben onze eerste film die we maakten, we hebben inmiddels 2 documentaires gemaakt. De eerste documentaire is Fighting the Silence, vertelde het verhaal echt van de slachtoffers. En daarvoor gingen we in eerste instantie naar Congo om de slachtoffers te spreken en hun de kans te geven om hun verhaal te vertellen. En dat verhaal gaat heel erg over de consequenties. Wat gebeurt er met een slachtoffer? Ze worden verkracht, maar in Congo worden ze ook nog eens een keer verstoten door de gemeenschap. En toen we daar eenmaal langer waren, inmiddels nu al 5 jaar, vroegen we ons ook heel erg af, waarom gaan de verkrachtingen door en wie verkrachten we dan? En aangezien er zo weinig van bekend was, besloten wij om zelf de daders van de verkrachtingen op te zoeken, de militairen en de rebellen, en het hun zelf te vragen. En daar is onze tweede film uit voortgekomen, Weapon of War. Die is afgelopen eind van het jaar, vorig jaar, in première gegaan. En die geeft wel een heel belangrijk inzicht ook wat oorlog eigenlijk doet met mensen. Zolang oorlog bestaat, worden vrouwen verkracht. En dat is in Congo precies hetzelfde. En het geeft een inzicht hoe snel je eigenlijk van... Je wordt geboren en je hebt zussen en moeders. En er gebeurt iets, oorlog doet iets met mensen, zodat je verandert. Ja, wat voor ons belangrijk is, is natuurlijk bewustwording creëren. Wij wisten voorheen ook niet wat er aan de hand is, maar doordat wij in aanraking zijn gekomen met die verhalen, konden wij in actie komen. Dus dat is wat we sowieso met onze documentaires proberen te doen. Dat is ook een reden waarom we hier staan. De films worden internationaal en nationaal op festivals vertoond en op televisie. Maar wat voor ons persoonlijk heel belangrijk is, is om ook de policymakers en de overheden en de politici aan te spreken wereldwijd. Want zij zijn uiteindelijk degene met de meeste macht en ook de power om daadwerkelijk druk uit te oefenen dat er bepaalde dingen stoppen. Wat wij heel erg voelen in Congo, omdat het een complex conflict is, is dat de internationale gemeenschap niet echt de wil toont om het conflict te stoppen. Er zijn zo ontzettend veel internationale belangen ook in de bodemschatten. Iedereen hier heeft een mobiele telefoon waar chips in zijn verwerkt, waar een heel belangrijk mineraal coltan, misschien heb je er nog nooit van gehoord, maar dat is het belangrijkste mineraal waar chips van worden gemaakt. Daar kunnen wij in de westerse wereld, maar ook in Afrika, want iedereen heeft daar een mobiele telefoon, niet meer zonder. Alleen laat dat nou de coltan in Congo weggehaald worden. Het grootste percentage van de wereld wordt daar weggehaald. Omdat het onstabiel is en omdat het heel goedkoop is om weg te halen. Maar wel over de ruggen van de lokale bevolking. Dus voor ons praten met UN in New York, we reizen vaak af. We hebben ook in de Human Rights Council in Genève gepraat. Gewoon omdat beeld nou eenmaal vaak sterker is dan alleen woorden. En juist die policymakers achter hun desk hebben vaak niet het idee wat daar nou daadwerkelijk speelt. En dan is het heel fijn om beelden te kunnen inzetten om ze te shockeren en ze echt aan te spreken. Jongens, er moet echt een keertje iets gaan veranderen en zorg dat er meer druk op die overheden daaruit komt. Maar ook spreek je eigen multinationals aan om keurmerken. Zoals bijvoorbeeld in Sierra Leone dat er bloeddiamanten nu een keurmerk hebben. De grondstoffen daar zouden ook bepaalde keurmerken moeten hebben, waardoor het in ieder geval eerlijker gaat en waardoor hopelijk het conflict enigszins gestabiliseerd kan worden. Naast het maken van documentaires, wij geloven heel erg in het middel film. Dus wij proberen ons materiaal altijd te gebruiken en het werkt hier heel goed. We mochten helaas vandaag geen beeldmateriaal laten zien, wat we normaal gesproken graag doen, maar dat kon niet vanwege het licht. Maar voor elke presentatie in Nederland wordt een filmpje gebruikt. Dus waarom zou dat niet kunnen in een derde wereldland? Dus wij proberen de films terug te brengen. En zo hebben we, toen vrouwen in Congo vroegen of ze de film mochten gebruiken, was het voor ons gelijk, dat moeten we zeker doen. De film terugbrengen, maar in gebieden waar geen elektriciteit is,
Dan kan je wel nadenken van hoe kan je het dan terugbrengen. Ze hebben inmiddels nu, om een lang verhaal kort te maken, de eerste mobiele bioscoop rijdt nu rond in Congo. Heel groot succes, het breekt echt de taboes. Dus onze film wordt daar met een speciaal team vertoond op dit soort terreinen, maar wel vaak voor een groter publiek. Vaak komen weer 2000 tot 3000 mensen op af die komen kijken naar de film, erover praten. En daardoor breken we echt letterlijk de taboes. En zo'nzelfde soort project gaan we ook opzetten met onze tweede film over de daders, maar dan een speciaal project voor de militairen. Want beeld werkt. Met beeld kan je een discussie opwekken en dat blijkt dus ook in derde wereldlanden heel erg goed te werken. Ja, je hebt waarschijnlijk wel gemerkt, Congo heeft een heel speciaal plekje in ons hart. We werken er al een lange tijd. We zijn bezig weer met een nieuwe documentaire over een corrupt rechtssysteem daar, want dat is ook niet al te best. Dus voorlopig, dat is de laatste film die we daar gaan maken waarschijnlijk, om de trilogie compleet te maken. Maar Afrika in zijn algeheelheid heeft een speciaal plekje. We komen daar heel erg lang. En de vraag die wij dan ook heel vaak krijgen, is het niet hopeloos daar? Maar ja, voor ons is het gewoon een heel duidelijke nee. Want elke keer als wij daar zijn, en ik denk dat mensen die in Afrika zijn geweest, zullen die ervaring met ons delen. De gewone lokale bevolking, dan praten we niet over de corrupte overheden die hun zakken vullen, maar de gewone lokale burger, die inspireren ons. Want die hebben zoveel kracht en doorzettingsvermogen om ondanks alle ellende en de oorlogen die ze moeten doorstaan, blijven zij doorvechten en hebben zij wel hoop op een betere toekomst en ook de drive om door te vechten. En zij inspireren ons om door te gaan en onze steentjes bij te blijven dragen. Ja, misschien denken jullie, nou prima, moeten ze vooral lekker blijven doen, films maken en op die manier mensen bewust maken. Wat vaak wordt gedacht is dat we bijvoorbeeld de filmacademie hebben gedaan. Maar we zelf zijn we ooit begonnen, we hadden nooit een camera vastgehouden. We hebben culturele maatschappelijke vorming gestudeerd. En we waren eigenlijk te lui om een scriptie te schrijven. Daar hadden we niet zo'n zin in. Dus toen bedachten we, kunnen we dan geen film maken? En we hebben toen ook gewoon een camera gekocht. En zijn begonnen, zijn naar Zuid-Afrika afgereisd. En hebben daar onze eerste film gemaakt. En het was heel erg leuk om te doen. Maar eigenlijk merkten we pas toen we terug waren in Nederland en gingen afstuderen. Dat je een hele zaal kan bereiken, je vertoont je film en er zit een hele zaal te kijken naar jouw werk, maar naar het verhaal van de mensen die jij in beeld hebt gebracht. En dat was voor ons het moment dat we realiseerden hoe krachtig het medium film is. Als we waarschijnlijk een scriptje hadden geschreven, hadden we misschien met een beetje geluk 3 mensen hem gelezen. Dus voor ons is het heel erg, we zijn heel praktisch en we doen het dan gewoon als we denken, nou ja, daar gaan we voor. En dat is ook een beetje, je kan zoveel kanten op. Hè? Je kan gebruik maken van internet, maar ook van filmen, van allerlei vormen om wat te doen. Dus wij gebruiken film om een steentje bij te dragen aan een betere wereld. Dus nou ja, doe als je wat wil doen. Nou, als je denkt van, nou ja, dat is nogal wat om in één keer iets te gaan doen, wat het ook natuurlijk is. Denk er rustig over na. Als je wel geïnspireerd bent door het verhaal en je steentje wil bijdragen, maar misschien wat op een laagdrempelige manier. Er is op 25 september is er de Nacht van de Vluchteling. Dat is een sponsorloop die start in Rotterdam. En dan lopen we met een hele grote groep mensen en hopelijk jullie er allemaal bij zijn naar Den Haag. De opbrengsten daarvoor gaan naar de slachtoffers van seksueel geweld. Wij lopen mee. Onze films worden daar op ludieke wijze tijdens de loop ook gedraaid. Dus hopelijk zien wij jullie daar allemaal. www.nachtvandevluchteling.nl